Jij bent ook ervaringsdeskundige op het gebied van een medicijntekort. En dat is misschien niet het medicijntekort vanuit een preferentiebeleid, hè? Nee. Maar wel op een andere manier. En je hebt best wel creatieve oplossingen daarvoor bedacht. En ik denk, misschien is het wel goed om die ook even onder de aandacht te brengen. Dus vertel, Nanda. Ja, nou dat speelt inmiddels 3 jaar. Dat is een medicijn wat ik al veel langer gebruik. Maar 3 jaar geleden kreeg ik voor het eerst van mijn apotheek te horen dat het niet leverbaar was. Ja. En ja, omdat je dan zelf nou, in het vak zit, om het zo maar te zeggen, ja. Weet je wel wat meer wegen te bewandelen. Toen heb ik contact gezocht met een andere apotheek. Die apotheek die had een andere leverancier en die kon het voor mij bestellen. Mm-hmm. Dus toen kon ik weer even een tijdje vooruit. De keer daarna bleek dat die apotheek van leverancier was geswitcht. En dat bleek dan weer dezelfde leverancier te zijn als mijn eigen apotheek. Ja. Dus dat lijntje hield op.